NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Nou, daar gaat hij dan. Het programma van de jeugd gaan we even doornemen. De onder 11 speelt thuis tegen NEC uit Nijmegen. Oh nee, je moet zeggen NEC geloof ik, hè? Op het Sportpark Paradijs. NAKNEK, moet je zeggen. NAKNEK, ja. De kleine klassieker, hè? Dat mogen wij zeggen. Juist. De onder 12 speelt tegen Excelsior op Woudestein. Excelsior. Ja, kunstgras. Wat rood. Oh nee, nee, nee. Het zwart is, moet zwart blijven. Het zwart is, moet zwart blijven. De onder 13 is vrij. Ja, vrij. Die hoeven lekker niet. Die kunnen uitslapen. Herfstvakantie. Ja. Nee, die is al voorbij. Die is al voorbij. Die is al voorbij. Herfstvakantie. Oh, dat is wel heel nee, in het noorden is het nog wel. In het midden en het zuiden is het al geweest. Juist. De onder 14 speelt op Zuilenbalg. En de kenners weten al dat we het hebben over FC Utrecht. Leuke kantine. Dus die spelen daar. De onder 15 speelt op de Hertgang bij PSV. Ja, dat is echt goed. Bij PSV, heel goed. Twee. Ja, mooi. Ja. En de onder 17 speelt op Papendal tegen Vitesse. Oh, dat kunnen we. Tegen Vitesse. Oh. Vitas, jongen. Vitas. Zalig. De onder 19 speelt in de Koel. Stadion de Koel. Tegen VVV Venlo. Voetbalvereniging. Venlo's de voetbalvereniging Venlo. Ja. Dat is logisch, hè? Ja. Ik zit even te kijken, hoor, jongens. Venlo's voetbalvereniging Venlo. Het lijkt wel heel erg op het programma van vorige week. Oh, heb ik nou wel de goede, of niet? Ik zit te kijken of dat ik iets verkeerd heb gedaan. Oh. Want volgens mij hebben we vorige week zaterdag naar de onder 11 van NAC zitten kijken. En dat was thuis tegen NEC Nijmegen op Sportpark Paradijs. Het verkeerde programma voorgelezen. Dat denk ik. Ik denk dat aan mij ligt, hoor. Maar volgens mij heb ik iets verkeerd ingekopieerd. Nou, knippen we het eruit. Ja. Maar helaas. Ik ga het zo meteen eventjes... Maar zijn er nog jeugdspelers op de internationale tour, heren? Ja. Ja, zeker. En, even kijken. Waarschijnlijk weer hele makkelijke namen. Het zijn in ieder geval, ik zal ze gauw even doornemen. Het zijn Gianni van der Pitten en Yassine Azagari en Sohaib El Bata. Ze krijgen alle drie een uitnodiging voor respectievelijk Curaçao onder 20, de onder Oranje onder 18 en de Oranje onder 15. Kijk. Dus dat is hartstikke goed. Ze spelen een paar wedstrijden. Kijk op NAC.nl als je wil weten welke wedstrijden dat precies zijn. En dan weet je waar je Curaçao kun je gauw het vliegtuig nemen om even te kijken. Dus, NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. We gaan een nieuw technisch platform als tussenoplossing gaan vormen. Dat zei tenminste Joost Gielen. Mm-hmm. Dus er komt een soort werkgroep en die gaat technisch gebeuren vastleggen. Ja, technisch platform. Technisch platform. Ja, dat klinkt wel heel ingewikkeld. Technisch platform. Ja, inderdaad. Ja, maar dat is wat we net al zeiden. Het is echt, er is wel haast bij geboden. Hè? Want het is zo meteen november. Voordat het laat is. Dan eigenlijk moet je er nu al mee bezig zijn. Ja, maar uiterlijk november moet je echt zaken aan het doen zijn. Want vooral voor al die de beste spelers, alternatieven die al vergeven zijn. Maar dat is dus oplossingen. Ja. Om de zogenaamde wavefout, zoals Joost Gielen dat noemde in de media, eruit te halen. We hebben gezien dat een algemeen directeur en daarnaast nog eens een technisch directeur, op hetzelfde niveau zeg maar, een beslisbevoegdheid, dat gewoon niet werkt. Ja. Maar dat is gewoon zo ontstaan omdat Justin Goetzee destijds algemeen directeur en de commerciële dingen wilde houden. En vooral niks over voetbal wilde beslissen. Klopt. Want daar had hij geen verstand van en dat was dapper om te zeggen. Dat hebben wij ook niet. Maar daar hebben ze besloten om daar een technisch directeur van te maken met dezelfde beslisbevoegdheid, zeg maar op hetzelfde level. En geen technisch manager. Daar gaan ze nou oprichten, technisch manager, die verantwoording aflegt naar de algemeen directeur. Ja, zo gaat het eruit zien. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. En zoals iedereen weet is onze rugsponsor, dat is, weet je ook weer? Energieflex. Energieflex, die is failliet. Ja, die doen we. NAK zegt dat er een substantieel bedrag toch is binnengekomen. Ja. En de vraag is nu, wat is een substantieel bedrag? Substantieel. Zal wel 3,75 euro zijn. Ja. Dat is gewoon een heel moeilijk woord. Dat is ook een substantieel bedrag, ja. 175.000 euro is het bedrag waar het contract wat binnen zou moeten komen. Maar ze zeggen niet hoeveel dat ze hebben, hè? Nee, ja, zou het nog overblijven? Het is wel. Maar het is substantieel. Het is best gebruikelijk dat die dingen in gedeelte worden overgemaakt. In 10 maar we kunnen dus op zoek naar een nieuwe rugsponsor. Dus de plaatselijke bakker kan zich melden. Ja, inderdaad. Het is gewoon plek. Dat kan gewoon. Een bakkerij Stoepje of zo. Ja, nee. Bakkerij de bruine appelflappen. Ik noem maar iets. Kan aanzalp er weer op. Ja, de tuinhuisjes, de sauna's, de tennisjes. Die van die vogelhuisjes. Nee, joh, dat is trouwens ook een leuke sponsor. Dat zijn leuke mensen. Het zijn echte nakkers. Dat bedoel ik. Dus. Hey, ja. NAKPRAAT Grabbelton Nieuws. Ja, de kaartverkoop voor NAK. Die is inmiddels begonnen, want ik heb al een kaartje, dus dat komt goed. Die wedstrijd die is, wanneer is het? Zaterdag 10 november om 6:30. Ja.
Ja, een dag later is de 11e van de 11e. En 10 november mogen we nog gauw eventjes naar huis. Oh jee, dat voorspelt niet voor goed. Maar hey. Mogen we daar met de auto naartoe? Of? Wij mogen daar met de auto naartoe. Zo. En maar liefst 375 NAC-supporters. En het uitvak is afgezet uitvak. Met hun bedden, lees ik hier. Ja. Nee. Ja, je kan er slapen daar zo. Ja. En je kan ook geld inzetten bij dat booking, de bookmakers daar zo. Dat is een hunnibed, hè. Hans Poppelaars, ze komen eraan. Ja. 150 mogen er met de auto, jongens. Ja. Zo. En 225 anderen mogen met de bus. Dus... Maar mocht het, hè, ik ga gewoon eventjes gewoon reclame maken voor die band weer. Mocht het zo zijn dat je niet mee kan naar Emmen, maar je wilt toch die wedstrijd zien, ga dan naar een niet nader te noemen café, moeten we ook niet te veel reclame maken, aan de Grote Markt. Oh, die! Waar heel veel heren van Breda zitten. Ja, ja. En, want daar kun je dus en een wedstrijd kijken en daarna nog eens een prachtig toetje, de Black House. Volledig uit je dak gaan met de Black House. Ja, de Black House, echte Breda's onvervalste pubrock. Ja, ja, ja. En ja, joh, fantastisch. Nou, helaas kunnen wij daar zelf niet bij zijn, want ik heb altijd wat. Het is altijd of NAC moet spelen of het is... We gaan in de kerstvakantie toch spelen. Ik mag hopen dat ze weer... Ja, voor mijn 29 december in het café. Ja, weet ik niet. Ja, wat zal het zijn? Nog in de Sint-Jansstraat. In de andere café in Sint-Jansstraat. Sint-Jansstraat, misschien wel weer bij al die heren daar van Breda. Aan de Grote Markt. Kan, hè? Komt goed. Kan. Mooi, dan hebben we nog één dingetje. NAC-praat, Grabbelton nieuws. Ja, want wil je naar NAC Ajax, dan zul je wat eerder uit je bed moeten. Zul je op tijd moeten zijn? Ja. Oh, nee. Want die wedstrijd was om 8:45, maar die is verschoven om naar half zeven, sorry. Ja. Dus ja, dan wordt eerder die wedstrijd bekijken. Ik zou zeggen, Ad van Loon, verslaggever, noteer in je agenda. Ja, schrijf op. Nee? Die had zijn eigen nog vergist. Die dacht dat ADO van aankomend weekend ook nog steeds 8:45 was. Dus, dus het komt goed uit. Maar dan ken ik weer. Maar ja, mag ik zeggen dat het... ik krijg net door van onze verslaggever, radreporter Peli, dat het lijstje toch klopte wat wij dus zeiden. Dan was ik nog ja, vorige week waren dus heel veel oefenwedstrijden. Dat betekent dus, dan kunnen we hem gelijk afmaken. VVV gaat toch naar de Koel onder 19. Ja. Naar VVV, om 11:30 wordt daar gespeeld. Die zaak. Nu is het echt voor de Eredivisie wedstrijden. Ja, Jong NAC speelt tegen Dordrecht op Heksenwiel. Ja, 29 oktober. Dat zijn de reserves, zeg ja, maar. Ja, precies. En dat is... dat is maandagavond, ja. FC Dordrecht, Sportpark Heksenwiel. En dan heb ik weer een vergadering. Ik kan wel eens een keertje niet spelen. Heel goed. Thuis, dan kan ik weer niet. Mooi. Even kijken, wat lees ik hier weer? Dankjewel, Peli. Nou, volgens mij is er niet zoveel. Ik krijg meer een voorbereiding. Maar laten we dan maar eens beginnen met... Nostradamus!